Jij bent koud lekker hier. Wacht, misschien moeten we nog net. Kom jij nog net iets meer hierheen? Misschien je me aardig vindt. Ja, oké. Okay. Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Zoals een aantal van jullie weten zit ik bij een kledingketting. Dat zijn tassen die worden doorgegeven met kleding en dat is gewoon gratis. En dat doe je met mensen die in dezelfde regio wonen. Nu doe ik ook mee met een kledingketting voor kinderen. Bij de normale versie van de kledingketting doe ik alles één voor één aan. Maar ja, met de kinderkleding lukt het natuurlijk niet. En ik vond het toch een beetje zielig voor Vee om haar meer dan 30 kledingstukken aan te doen. Nee, ik dacht het is echt kindermishandeling. Dus ik dacht, meestal als wij kleding kopen voor Vee, dan bespreken we het even samen. Of dan kijken we samen van of we het leuk vinden. Dus ik dacht, hoe leuk is het eigenlijk om met Jeff, de vader van mijn kind, als het goed is. Van jouw kind. Als het goed is. Grapje. Dus ik dacht, hoe leuk is het om met de vader van mijn dochtertje samen kleding uit te zoeken. Van jouw dochtertje? Ja. Ik weet toch zeker dat ik uitgescheurd ben van haar. Dus dat, ja. Staat me goed bij. Ja. Maar, en we willen eventueel misschien ooit een nummer 2, als het lukt. Dus ik denk dat als er kleine maatjes bij zijn van dingen die we wel leuk vinden, dat we die misschien ook houden voor eventueel een tweede. Ja, dus dat. Okay. En ik dacht, het is ook een tijd geleden dat ik met je een video heb gemaakt. Echt lang geleden. Is dat zo? Volgens mij wel. Ja, ik vlog natuurlijk wel met jou ook, maar een echte video zeg maar. Echte video. Echt. Echt, goed. Echt video. Ik heb 2 tassen. Deze. Ja, laten we 1 stapel maken met wat we leuk vinden en eentje niet. Oké. Wat is dit? Een rompertje. Is dat niet exact hetzelfde als... Het lijkt een tweede slaapzak. Is het niet de slaapzak? Dit figuurtje? Ja, jawel. Ik denk dat hij is ook van de HEMA. Ja. Ja, ik vind deze wel leuk. Deze kan ze nu aan. Dus dat is ja, geen gek idee. Zullen we die doen? Rompertjes zijn altijd handig. Ja. Nou, dat is wel 1 winst. Ik vind deze niet zo leuk, hè? Nee. Dat is een jas. Een grote jas. En ik hou niet zo van die Nederlandse vlag die er dan op staat. Wow. Welke naam is het? Welke maat? Hou jij niet van Nederland? Van de Nederlandse vlag? Nee. Okay. Ik kan ook niet. Even, ik vind hem ook niet mooi. Nee, ik vind hem ook niet mooi. Jasje doen we niet. Oh, dat is wel schattig. Kijk dan. Dat is een spijkerbroekje. En waar kan ze die aan als het weer warm weer wordt? Ik vraag me af of dit überhaupt nog haar maat is. Ja, qua omtrek denk ik wel, maar qua lengte van de benen niet. Nee. Wel, 98. Nee, ja, die past. Het is gewoon een kleiner broekje, gewoon een soort van tot knieën broekje of zo. Die benen lijken zo kort. Ja, maar het is gewoon zo'n korter broekje. Echt? Ja, het is niet... Het is een driekwart broek. Ja, een driekwart broek, denk ik. Ik wou net zeggen, dit klopt anders echt niet. Er zit een vlekje op. Nou, zullen we dan maar niet doen? Nee, doe maar niet. Wordt dat zo flauw altijd als er vlekjes op zitten? Zie je zo vaak met kinderkleding die wordt doorgegeven? Ah, dit lijkt op een zwembroekje. Het lijkt een beetje op zo'n zwembroek die jij ook zou hebben. Ja, maar ik zie het niet iets voor Vee. Ik zie het niet voor iets voor Vee, nee. En voor nummer 2 vind ik het wel een beetje gek om nu al zo'n grote maat te houden. Of zo. Ja, nee. Dat is een jasje. Dit is op zich wel een schattig jasje, maar ik vind het meer een jongensjasje. Games Unlimited staat op de achterkant. Oh, dat is wel cool. Alleen omdat er Games Unlimited staat. Deze man. Nee, maar dat gaat Vee niet dragen. Nee, over het algemeen draagt ze niet hele meisjesachtige dingen per se. Maar ja, ik vind het wel leuk als een beetje een schattig jasje heeft of zo. Dit is ook weer een jasje. Wat vinden we hiervan? Oh, van die reflector dingen erop. Ik vind het ook een beetje te jongensachtig. Vind je het? Ja. Ik ben over het algemeen niet zo per se van jongens meisjes, maar ik vind een jas vind ik het wel schattig. Maar de afgelopen 3 items heb vond je te jongens achter. Ja, maar ik vind zeg maar voor Vee, het is wel een genderneutrale kleur, maar ik vind dan bruin leuk. Of zo, van dat lichtbruin, of dat er schattige beertjes op staan. Ja, dus misschien ben ik qua jassen wel meisjesachtig. Het is geen ik vind dit echt niks. Ik vind het ook niet. Tough meat staat erop. Tough meat, oh ja, wat ze die doen. Ga weg. Heel schattig, een gele! Zo'n 50 denk ik. Een schele gele, ja 50 voor als je net geboren bent. Die vind ik wel leuk. Hij is ook mooi, hij is ook cool. Schattig! Zo klein was ze vroeger dus ook. Ja. Waarom? Oh, hou op hoor, anders ga ik huilen. Oh my god. En die kleine babybeentjes er zo in. Oh, schattig. Ik vind het echt idioot dat Vee nu gewoon er echt totaal niet meer in zou passen en dat ze ooit zo groot was. Zo klein. Ik vind deze kleur al helemaal niks. Nee. 2D. Limited edition. Limited edition.
Ik vind dit ook niks. Van de LTD. Het klinkt ook een beetje alsof je een ziekte hebt. Ik heb LTD. Ja, sorry, ik heb LTD. Ja, ik kan er niks aan doen. Misschien is dat serieus een ziekte. Nou, als het goed is, anders staat het toch niet op een shirtje. Ik vind dit ook niks. Ja. Hij dagen. Het is een luipaardprint, maar... Ja, maar het is wel een subtiele beetje... luipaardprint. Nou, ik vind het echt heel lelijk. Okay. Ja, de kleuren vind ik niet. Sorry. Ik vind de kleuren inderdaad, en ik, ja... Ik vind het ook wel leuker als ze kleur aan heeft in plaats van alleen maar zwart of zo. Ik vind het ook wel schattig. Ik vind het wel heel erg kerstvibes. Oh, dit capuchonnetje kun je eraf klikken. Ah, ja. Dat is wel leuk. Maar ik vind hem te jongsachtig. Oh, hij ruikt ook niet zo lekker. Ruik eens. Oeh. Soms ruik je waar die vandaan komt. Tenminste, qua huishouden, dat je denkt, daar zit een luchtje aan. Die is gewoon in een hondenhok gelegen of zo. Nou, ik denk inderdaad dat ze een hond hebben. Ik denk dat dat zo ruikt. Maar ik vind hem wel schattig, maar ik vind hem heel erg kerstachtig. En ja. Dan doe ik hem toch niet. Nee. Nee, misschien dat iemand anders erbij van wordt. Nadat hij gewassen is. Wow, dit lijkt zo bijna mijn broek. Qua maat. Dit de grote. Hier pas dit ik in. Voor jou. Ja, nou neem we deze mee. 140. Ik vind dit wel te groot om eruit te halen. Ja, dat is echt, dan moet je echt 5 jaar nog wachten. Ja. Ik heb wel zoiets van, ik vind het niet erg om voor Vee een paar grote maatjes te hebben, maar zo groot. Dat vind ik dan weer een beetje... Ja, ik ga ook niet mijn eigen kleding bewaren voor als Vee het ooit past. Dit is wel schattig. Wat staat erop? Dit vind ik dan wel jongensachtig, maar wel schattig. Dat is een badstofje. Dat is een autootjes. Volgens mij zijn auto's. Dat staan autootjes op. Maar ik vind dit een leuk kleurtje. Ja, ik vind hem ook wel leuk. Welke maat is het? 68. Dus Vee past het niet meer. Oh. Maar... Voor een nummer 2 zou ik dit wel leuk vinden eigenlijk. Ja, denk je niet? Ik denk dat het ook handig is voor eventueel nummer 2 dat we alleen maar genderneutrale dingetjes doen. Tenminste, ja, ik weet niet. Ja. Dat is het echt een heel schattig jurkje. Ja, ik vind het echt helemaal niks. Nee, ik ook niet. Ik word niet warm van de brandweerman. Ja. Ik wil van jou natuurlijk. Zou je dat even afblussen? Typisch weer dit. Wel een leuk spijkerboekje, maar ja, het duurt echt zo lang voordat ze hierin past. Als ze 14 is, kan ze wel. Ja, als ze uit huis gaat, kon ze dan. Hero Artwork. De tekst is ook een beetje vergaan. Volgens mij was iemand heel erg fan van de brandweer. Ja. Maar wij niet. Ja, dat hele merchandise collectie van de brandweer. Ja, echt. Nee, en van een vliegtuig, nee, ik ben er ook niet van. Nee. We gaan wel binnenkort vliegen, maar we zijn niet fan. Hatch out. Hatch out. Watch out. Watch out. Ik dacht dat het een H was. Serieus, lijkt op een H toch? Een beetje wel, ja. Watch out. Watch out. Voor wat dan? Surfs up. Sinks. Surfs up. Nee, ook niet. We hebben surfen met Finn met ons kleine schildpad. Cool dude. Nee, let's ride on waves. Ja. Nee. Wat dat betreft zitten we redelijk op één lijn. Het gaat om binnenkleding, hè? Ja. We waren altijd redelijk dezelfde smaak. Ja, dit is ook weer super grote maat. Nee. 134. Ik doe weer niet eens uit te pakken. Nee. Dit is mijn kant. Jouw kans. Ja. Oh, dit is je kans, schat. Ik denk dat dat een meidentas was. Ah, oh, wel. Nee. Nee, ik heb... Heet dit. Boe. Kijk, wat zijn die broekjes? Schattig. We hebben wel eens van die broekjes gehad, nooit aangedaan. Want als het dan zomer was, dan deden we of in de luier in de tuin, of... Of weer echt in zo'n UV-pak. Ja. Ik vind hem ook net op het randje van niet. Wat vind je van dit? Niks. Oké. Okay. Wat vind jij? Het is ook net alsof één knie oké is en één knie geopereerd moet worden. En dat die, de arts moet hier snijden of zo. Zeg maar, snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat dit een hele... Niet echt kindervibes. Love you staat er. Oh, is dat love you? Wat schattig. Oh, daar ga ik dan echt zo jaren 90. Ik vind dit wel... Ik vond die love you leuk. Stel, er zou alleen love you op staan. Ja, dan zou ik hem leuk vinden. Maar ik ben niet zo van het roze, dus... Ik vind dan ook die roze stiksels, denk ik, inderdaad een beetje alsof je oma een beetje gemaakt een accent te krijgen, gezien wel. Ik vind deze roze. Ja, heb je een accent? Ja, een beetje een achterhoek accent. 3x3 Number one. 3x3 is puntje puntje. De maker wist niet wat het was. 3x3 3x3 is 9. Oh, ik dacht dat het... We even laten zien dat ik het weet. Dat vind ik echt... Helemaal geweldig. Nee, niks. Ik ben wel de laatste tijd meer fan van paars, maar dan voor mezelf. En ik vind dit echt... Nee. En dan met combinatie van... In de combinatie met rood ook. Oh, zo'n hokje.
Het gekke is, we hebben dus nog een rokje voor Vee. Die heeft ze nooit aan. Die ga ik denk ik ook in de tas doen. En we dachten eerst, oh, heel veel jurkjes en rokjes en zo. Maar ze draagt voornamelijk veel. Ik vind rokjes ook onhandig vaak. Rokjes. Want dan, ja. Ik vind het vaak onhandig, want dan til je erop en dan gaat het rokje weer half omhoog. En dan denk ik, ja, oké. Ik denk niet dat we deze doen. Nee. Ook categorie net te groot. Ik vind hem heel lelijk. En hij is wel een beetje hippie-achtig. Maar niet hippie-achtig. Niet hippie op de manier die we leuk vinden. Nee. Hebben we nog meer van dit soort printjes? Nee, dat is eigenlijk vrij makkelijk. Oké. Okay. En dit is... wat is het? Pauwveer. Ja, maar wat is het als in het kledingstukjes dan? Ik denk dat het een rokje is, maar heel eerlijk ziet het eruit alsof het zelf gemaakt is. Hey, wat ik wel knap vind, maar nee. Het ziet er ook uit alsof het zelf gemaakt is. Nee, het is echt jubel. Een jubel. Oh, er staat wel een... Ah nee, dit is echt een labelding. Dit is een rokje. Het vindt wel een heel kort rokje, vind je niet? Dat en het is een beetje een kleuren overloop. Ja, ik vind het wel iets too much. We zijn best wel van de neutrale kleurtjes, denk ik. R, hartje C, Rockiness? Dat staat erachter. Oh, wat staat hier? Carpe diem. Carpe diem. Pluk de dag shine. Shine. Nee, maar ik vind dit ook wel shine, live, love, laugh. Ja, Leflof, homies where the heart is. Ja. Oh, dit zou misschien wel kunnen. Of ja, nee, ik vind die vlinder niet zo. Ik vind hem op zich nog wel oké, hoor. Qua kleur. Ik vind hem qua maat ook. Oh, qua maat oké. Hij is zelfs te klein. Oh, nou, dat wordt er niet. Nee, voor nummer 2 ook niet. Niet de moeite. Ik vind het wel schattig. Wat staat hierop? BBO of zo? BBO? B-I-N-G-O en bingo was zijn naam. Ik vind hem niet mooi. Nee. Echt uit als iets heel groots. Eén zo'n vriend van een van die meiden van de zwangerschapsgroep. Oh, zitten nog meer dingen. Die zei toen een keer van... de grootste leukste in de wereld zijn kindermaten. Ik snap wel wat hij bedoelt. Als ik zo'n rokje zie, dan denk ik, ik zou echt niet kunnen zeggen welke maat het is. 110. Maar hij is ook een beetje aan het pullen. Ja. Hij is... ja, ik wil wel echt alleen maar dingen eruit halen die echt mooi zijn. We hebben wel 3 dingetjes. Jip en Janneke. Jip en Janke. Ik hou niet zo van Jip en... Jip en Janke? Zei je dat nou? Jip en Janke. Oh, die deze. Beste. Maar wat vind je ervan? Nee, die niks. Nee? Oké. Nee, ik ben niet zo van de Jip en Janke. Nee. Al moet ik wel zeggen, stel je krijgt een kindje en je doet dan zo'n boekje eronder. Maar ik denk... Vroeger vond ik het wel leuk, Jip en Janke. Ik keek altijd naar al die boekjes en dingen. Ja. Ik denk dat we dan toch moeten doorgeven. Ja. Onder de noemer, als we het niet geweldig vinden, geef het dan door. Wat vinden jullie van dit? Ik heb het zelf nog niet eens gezien. Ik vind het wel schattig, maar ik merk toch dat ik niet helemaal fan ben van Spike. Hij is ook een beetje een soort van... verkleurd ook een verkleurd, beetje, hè? Ja. Nee. Nee. En dan komen we aan bij een jasje. De R van Veer. Veer. Retour staat op de achterkant. Voor als je kind retour wil sturen. Ik vind hem net niet. Nee. Wat vind je van dit? Oh, heftig. Oh, het doet wel een beetje pijn. Dat doet een beetje pijn. Die neonkleur. Nee, laten we die niet doen. Nee, dat is een beetje oud. En wat vind je van dit? Polkadot. Polkadot. Ik vind het op het randje. Ik vind het soms wel cute, maar ik vind het toch net niet ofzo. Nee. Hé, deze laat je mij niet eens zien. Maar ja, op zich nee. Nee. Soms zie je gelijk al, hè? Is het hotpants of rokje? Ik heb geen idee. Een rokje. Ik hou dus niet van die soort van miniskirts. Ik vind dat echt een soort van not done. Ik doe dan net zo goed geen rok aan als het toch bijna niks verbloemt. Hoi, kijk. Skinny jeans. Maar ik weet niet of ze... 92. Die past er wel net, denk ik. Aan, maar hoe dan? Want dat kontje, er moet toch ook nog een luier in? Hoe stretch dit? Dan moet je echt een mini-kontje hebben. Nou, ik durf het niet aan. Vieze vlekken op, dacht ik. Oh, er zit een vlek op! Nou, nee, ik vieze kan niet. Vieze vlekken. Wat stom. Ja, als het nou nog heel cute was, dan kon je nog kijken of het eruit kreeg. Maar ik vind dat zo flauw, was het dan gewoon even. 50. Dat is weer heel klein. Oh, ik hou niet van roze. Ik vind het toch een beetje... Ik vind de roze, als die gewoon plain zou zijn, zou ik hem wel cool vinden. Maar als al die zwarte hartjes gaan, vind ik hem net een beetje... Druk. Te oud roze. Ja. Net niet. Crew of 4. 4?
19 opdrinks. Chilling. In Take the Tiller. Rowing. Dat zegt me echt helemaal niks. Geweldig. Ik wil ook meteen die schoenen erin. Die vind ik ook niks. Hey, één per één, hè? Eén per één. Ga even goed kijken. Nee. Oké. Wat is dit dan? Een jurkje. Ik denk wel als ze dit aan zou hebben dat het er heel schattig zou staan. Maar ik vind het en te groot en te kleur ook niet. Nee, het is en leopard print en glitter en roze en kant nog erboven. De maker dacht echt, we gaan ervoor. Woe! Over leopard print. Ja, ik vind het toch net niet. Gesproken, nee. Ik ook niet. Wacht, hadden we deze net niet? Rokines? Ja, die is dubbel. Misschien dat iemand een tweeling heeft. Dit is echt exact dezelfde. Is dit deze een klein vind ik echt heel cool. Oh, die vind ik heel leuk. Echt heel leuk. Oh, wat schattig. Ik vind het echt cool. Ja, die vind ik heel schattig. Leuk. Hij ziet er nog best schoon uit. Ja, ik vind het maar sowieso, maat 56. Daar groeien ze echt binnen 2 weken uit. Dus ja. Als je dat fiets misschien krijgt. Misschien hebben ze niet gedragen. Oh, die vind ik. Deze ook. Op zich wel leuk. Ja. Hoeveel maat is het? 98, dus die zou ze nog kunnen passen. Ja, met een soort van plain iets eroverheen of zo. Want dit is natuurlijk heel druk, maar als je... Ja, die vind ik wel leuk eigenlijk. Dat is wel cool, hè? Oké. Ja. Ik vraag me nog steeds af hoeveel hierin gaat passen, maar... Ja, ik durf dat wagen. Oh ja. Oh, die binnenkant vind ik niet zo. Kijk, die buitenkant. Als je die alleen... Ja, ik denk niet dat ik er zo kapot van ben dat het zo lang bewaren. Nee. Maar het is geen gek broekie. De binnenkant is niet zo, maar die zie je toch niet als je hem aan hebt. Hoe zit dit in elkaar? Is deze binnenste buiten of iets? Of? Oh, nee. Buitenste binnen. Binnen. Nee, de zakken zijn gewoon anders. Ah. Ja, ik denk toch niet... Nee. We zijn niet zo van luipaard, hè? We hebben wel voor veel dingetjes een luipaard. Oh, die is echt mega groot. Maar tegelijkertijd denk ik dat het misschien ook weer niet groot Tumble is. Tumble and Dry, wel een leuk merkje. Maar ik vind de kleur toch net niet... Terwijl ik vind gele dingen... Dus blijkbaar best leuk af en toe, maar... Zoals dit, wat geel is. Mosterdgeel. Ja, ik vind... Is het niet okergeel? Ik vind hem wel cute op zich. Wat is okergeel? Ja, dit is okergeel. Of mosterdgeel. Ja, ik weet niet. Misschien is het wel een beetje zo. 4 jaar Tiny Cottons. Ik vind dit nog wel... Ik vind dit niet gek. Ik vind hem nog wel cool. Ja, ik vind deze eigenlijk wel leuk. Fijne stofval. Cool. Ik vind deze echt cool. Ja, ik vind hem wel vet. Nee, oké, let's do it. Oh, la. Ik vind het niks. Oh, la. Nee. Zullen we meteen kijken, want we hadden ook kleding gekregen van een collega van Jess. Zullen we kijken wat daarin zit? Dan doen we meteen een kledingtas wat we niet leuk vinden. Wat is dit? Een kooltruitje? Een kooltruitje met knoopjes? Nee, ik vind hem ook niet. Nee, die maar met die knoopjes en zo is gedoe. Ja. Hier zo heb je die oogjes en dan dacht ik... Ja, soms kun je zo doen en dan heeft hij ander print. Maar, maar ik vind hem ook niet mooi. Ik vind hem ook niet geweldig. Wel echt super lief dat die collega van Jess aan ons gedacht heeft. Ja. Ik vind wel, het is wel mooie kwaliteit en deze mooie straat. Deze vind ik wel mooi. Ja, die vind ik wel schattig. Dat is wel cool. Dat is dan weer een luipaard print dat ik wel schattig vind. Ja. Die vind ik wel leuk. Die zal, die gaat... Thanks Kelsey, shoutout. Oh, Mickey Mouse! Ja, dit is weer zo'n mini-skirt idee. Ik hou dus niet van mini-rokjes. Nee. Maar ja, ook niet voor mezelf. Ik ben wel bevooroordeeld. Maar ik vind het wel leuk dat er Mickey Mouse op staat. Maar het is het. Maar daar gaan we niet aan doen. En ook nog van die scheurdingen. We noemen dat flared jeans. Ja, oh my god. Ja, deze sowieso. Is dit dan flared jeans? That's me. That's you. Ik moet zeggen, deze kleur heb ik nog niet. Maar ik vind mezelf hij is wel... Cool. Hij is wel echt cool. Ik ga echt nu zo'n broek voor mezelf kopen, omdat Vader dan in heeft. Geen matchy. Ja, zeker. Nee. Welke maat is dit? Oh, die kwam ze nieuw aan. Cool. Oh my god. Even kijken. Baby. Ja. Ik vind de kleur van de spijkerbroek dus niet geweldig. Nee. CNA, welke maat is dit? 98. Zoiets iets wat ze... Nee, niet denk ik. Nee. Elke keer heb ik het gevoel met deze alsof er water overheen is gegaan. Of zo. Dat is een vrijheidsgrind. Ja, maar het hoort. Het hoort, schat, het hoort. Positive thoughts. Zitten wel van die puldingetjes op? Ja, ik zeg nee. Ik twijfel. Ik vind het truidelijk. Ik zou bijna zeg maar dit eraf knippen. Als trui vind ik hem heel leuk, maar deze dingetjes vind ik een beetje too much. Ja, nee. Ik vind het niet leuk. Ik zou hem gewoon in de... Geef hem door. Zo'n poncho iets, toch? Of ja, een poncho. Of is dat, hè?
Ja, dit is waar de nekje gaat. Waar is het dan? En hij moet dan zo. Ik snap niet hoe dit werkt. Gewoon, zeg maar, hier je hoofd. Dit is echt heel breed. Ja, maar het is wel lekker warm. Kijk, oh, zo. Zeg maar, dit is dan zo'n kool. Die gaat onder nekje. Oh ja, wat vind jij? En dan gaan de armjes hieronder. Ik moet zeggen, ik twijfel. Ik vind, zeg maar, vanaf deze kant vind ik hem heel leuk. Mm-hmm. Maar ik ben niet zo heel erg fan van die... Ja, die sterren, die glitter. Oh, dit is wel zo. Oh, oké. Okay. Oh, maar dat is wel leuk voor haar. Want ik denk zelf dat als je zoiets hebt, dat je dan de hele tijd dat gaat doen. Dan houden we die. Ja, en ik vind hem ook leuker als het nou zwart is. Oh, dit vind ik... Ja, dan vind ik hem leuker met zwart. Ja, het is even wennen met die ster, maar... Ja, en het duurde wel even voordat ze het aankwam, denk ik. Want dit is... welke maat? Staat er natuurlijk weer niet in. Echt geen idee. Maar ja, kijk vanzelf wel wanneer het past. Maar ik vind het wel leuk voor haar inderdaad dat... Ik ben niet zo van die pailletjes, maar volgens mij is het wel leuk voor haar om dan te zitten. Kijk, we zijn door alle tassen heen. Ja? Ja. Alles heen? Zullen we nog een keer alle de dingen die we wel willen dat we die laten zien? Deze? Ja, leuk idee. Oh ja. Ja, deze vind ik dus heel leuk. Ja. Ik denk dat ik nu ook die kleur wil. Alleen omdat Vee hem dan ook heeft. Deze vind ik schattig. Ja, ook voor Vee. Heel cute. Dan baal ik bijna dat ik mijn luipaard print blouse weg. Je had ook zoiets, hè? Ja, maar die heb ik dus net weggedaan met kleding uitzoeken. Of tenminste... Misschien komt die terug in de kledingkast. Nee, ik heb hem nog niet weggedaan. Oh. Maar wel bijna. Bijna. Oh, nu geen twijfelen. Ja. Dus ik wil dan twinnen met Vee. Dat vind ik leuk. Deze is voor Vee, maar wel pas als ze 4 jaar is. Dus het duurt wel even. Oh, dus niet is het pas voor 4 jaar. Ja. Ja, dus het duurt wel gaan even. Gaan we dan wel of niet doen? Ja, ik vind hem wel leuk. Ja, oké. Okay. Het broekje, nou die kan ze volgens mij nu al aan. Ja, leuk met iets wat rustigers. Ja, en deze, die kan ze ook al aan. Ja, ik vind rompertjes altijd handig. En ik vind het sowieso best bijzonder als een rompertje tweedehands is en er geen gaatjes of vlekken. En hij matcht met de trappelzak die ze heeft. Ja, dus dat is wel cute. Ja. En dan voor wellicht nummer 2. Deze, dit pakje, vind ik echt zo schattig. Ja. Allemaal kleurtjes die genderneutraal zijn, dus ook heel leuk. Of het dan een jong of meisje wordt, dat maakt dan eigenlijk niet uit. Deze, oh, 50. Zo schattig. En deze is echt hier. Ja, dit zit een beetje heel lekker voor baby's, volgens mij. Dit en die knoopjes zijn voor ons ook wel handig met verscholen. Ja, het is echt super chill zo'n pakje. Weet je nog dat Vee net geboren was en dat we echt aan het struggelen waren met die knoopjes en zo? En nu zijn we echt gewoon begonnen. Volgens mij deed ik echt 20 minuten over om zo'n pakje aan te krijgen. Ja. En dan deed je de knoopjes verkeerd. Leek te kunnen, ik wil heel graag beginnen. Ja. Schattig. En deze vind ik ook leuk. Zowel voor een jongen als een meisje. Al denk ik dat hij wel meer voor jongens bedoeld is, maar I don't give a fuck. Heel mooi. Ja, en thanks voor het meedoen. Nou, alsjeblieft. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.